Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag ga ik langs bij afdeling 4B, dat is de interne geneeskunde en nefrologie. Ik ben heel benieuwd wat ik ga tegenkomen. Ik ben vandaag op zoek naar Kim. Kim is hier stagiaire op de afdeling interne geneeskunde. Hoi, ik ben Kim. Kim, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn bevindingen over mijn patiënten aan het rapporteren. Heel goed, het is het einde van je dienst? Bijna, 4 uur. En hoe is het hier om te werken op de interne geneeskunde? Ik vind het heel erg leuk. Het is heel erg divers. Mensen die hier komen, bijvoorbeeld met een longontsteking, die hebben niet alleen een longontsteking. Dus je moet leren te schakelen tussen verschillende orgaansystemen. Dus ik noem maar een voorbeeld tussen de circulatie en de longaandoeningen. Maar bijvoorbeeld ook darmen en ik noem maar wat, bloed enzovoort enzovoort. Dus je leert gewoon snel te schakelen en veel te klinisch redeneren. Eigenlijk komt alles hiervoor op de afdeling. Vind ik wel, ja. En hoe is het om hier student te zijn? Ik vind het heel erg leuk. We werken hier met een leerwerkplaatsprincipe. Dus dat houdt in dat de studenten eigenlijk de patiënten verzorgen onder supervisie van je coach of je begeleider. Mm-hmm. En dat houdt in dat eigenlijk de studenten alles doen en dan eigenlijk gewoon hulp vragen van de begeleider of coach indien nodig. Of waar ze hulp nodig hebben, wat ze nog niet kunnen of toch nog wat begeleiding bij nodig hebben. Leuk, en dus je werkt ook veel samen met andere studenten? Zeker, ja. Zoals vandaag heb ik samengewerkt met een HBO leer 2 student. Dus dat zie je wel het verschil van dat je eigenlijk als je leer 4 mbo bent. Dat je toch net eigenlijk wat meer ervaren bent dan een hbo 2. Dus je kan van elkaar leren. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, dat maakt het ook misschien wel interessant dat je van elkaar veel kan leren. Zeker, want hbo's zijn misschien net wat meer klinisch ingesteld dan dat wij dat zijn. Terwijl wij weer meer praktijkervaring hebben dan dat zij dat hebben. Dus zo kan je een beetje ervaringen en klinisch beeld uitwisselen. Ja, dankjewel en werk ze nog even. Dankjewel, jij ook. Dat was hem weer voor deze vlog. Wil je dan meer weten over werken bij VUMC? Kijk op werkenbijvumc.nl of op social media. En tot de volgende keer.